Goedemiddag, dit is het kletsnieuws van 2 uur. Mijn naam is Jeroen Peperkamp. Op de kermis in Uden hebben twee mannen vastgezeten in de snowball. Het incident deed zich voor toen de attractie net was wezen draaien en weer tot stilstand was gekomen. De mannen kregen de beugel niet open en moesten schreeuwen voor hun leven, aldus omstanders. De ene man, links in het beeld, schreeuwde zo hard dat hij vervolgens ook riep: ik ga zelfs nooit meer in de Efteling in de Baron 1998. Op verzoek van de Spaanse autoriteiten is de Nederlandse politie in Schijndel druk op zoek naar de man rechts in beeld. Deze is inmiddels geïdentificeerd als Daan R. Daan R. neemt hier een hap van een Duitse toerist, terwijl deze vrolijk een ijsje staat te eten. Daan R. wordt beschouwd als zijnde levensgevaarlijk en neemt u vooral zelf geen actie. Bij het zien van Daan R. neemt u dan contact op met de politie door middel van telefoonnummer 112. In 1983 werd hij een grote hit, de man links in beeld. Hij werd bekend onder de bijnaam Petje Pietamientje vanwege zijn optreden in de reclame van Calvé Pindakaas. Hij verdween daarna jaren in de anonimiteit tot hij onlangs weer opdook in de openbaarheid. Hij draagt nog steeds zijn petje en is inmiddels iets ouder geworden en draagt een bril. Net als vroeger een science fiction film zijn deze twee mannen onlangs ouder geworden. Zoals in de film Junior is de man rechts in beeld bevallen van een fantastische dochter. Hier ziet u de vader met dochter in beeld verschijnen. Vader is echter niet compleet blij met de geboorte van het kind en overweegt het kind op te geven voor adoptie. Reden: het kind heeft niet de juiste huidkleur ontvangen en hij had gehoopt op een wat donkerder Colombiaans getint kindje. Met dit bericht sluiten wij het kletsnieuws van 14 uur dan ook weer af. Ik wens u een fijne dag verder en voor iedereen die nog moet werken, werk ze en graag tot morgen.